Wat een plek. Bijna 7 jaar geleden stond ik hier ook. En zo vaak sta ik hier niet om iets te verkopen, want er komt bijna nooit wat te kopen op zo'n uitzonderlijk mooi plekje. We zijn aan de Stakenbergweg. En 7 jaar geleden maakte ik deze mooie opnames. We rijden weer door het prachtige buitengebied van Elspeet. En Elspeet staat bekend om zijn prachtige plekjes. Natuurlijk het buitengebied, niet voor iedereen betaalbaar. De meeste agrariërs wonen op de prachtigste plekjes, maar bij deze woning hoeft er geen agrariër te zijn om op een prachtig plekje te wonen. Aan de Stakenbergweg 24, op een perceel van 170 vierkante meter, een schitterend plekje, uitzicht over de weilanden. Wat je normaal vanuit de trekker ziet, zie je zo meteen vanuit je keuken. Een schitterende woning gebouwd in 2005-2006. En we gaan hem u laten zien. Kijkt u mee? Ja, toen ging het om een middenwoning. Nu hebben we een prachtige hoekwoning. 365 vierkante meter grond. Met een garage via de zijkant bereikbaar. Prachtig huis op een heel mooi plekje dus. Hij ligt wat hoger ten opzichte van de rest, zodat je mooi over de weilanden wegkijkt. Er zit veel ruimte in, zeker ook om het huis heen. Je hebt een heel mooi bovengemiddeld ruim perceel, met aan de zijkant dus een inrit en een garage. En binnen ook veel ruimte. Door het bouwjaar en door de 9 zonnepanelen heb je hier een goed energielabel. Energielabel A, lage maandlasten dus. Een huis met leuke ruimtes. U zult er ongetwijfeld een eigen smaak wat gaan afwerken. Maar het is een goed, bouwkundig, degelijk huis. En natuurlijk een fantastisch plekje. Ik ga u vast de eerste indruk geven. Kijk maar mee. Ja, we komen binnen in een ruime hal met de meterkast en toilet. En dan vervolgens de woonkeuken. En dit is met recht een woonkeuken, want het is een mooie ruimte afgezonderd van de woonkamer aan de achterkant, aan de tuinzijde. Dat zou je natuurlijk open kunnen maken, als je dat willen. De trap naar de verdieping, dat vindt u hier. En dan het eetgedeelte hier. Een ruime eettoe past hier ook in de keuken. En het is aan de voorzijde gesitueerd. Vandaar ook openslaande deuren aan de voorzijde. Zodat je tijdens het eten de deuren open in de zomer prachtig zo wegkijkt over de weilanden. Ja, deze deur die wordt heel veel gebruikt. Logisch natuurlijk. In de winter houden we maar dicht. Dubbel glas, ook goed geïsoleerd overigens. Maar een heerlijk terras, goed op de zon ook gelegen, waar je prachtig wegkijkt. De keuken zelf, de inductiekookplaat is vervangen, er zit een vaatwasser in, koelkast, veel kastruimte. Kortom, een prima keuken, een hele mooie ruimte en een prachtig plekje in het huis. Maar vervolgens ook natuurlijk de woonkamer, want die is tuingericht. Ja, tuingericht is natuurlijk heerlijk, want je hebt vanuit de woonkamer toegang ook naar de tuin toe. Grote raampartijen ook aan de achterzijde. Heerlijk wegkijkend over de tuin. Door de hoekligging hier opzij ook natuurlijk een raam, waardoor je heel veel lichtinval in deze woonkamer hebt. Het is een mooie ruime zithoek met een grote voorraadkast onder de trap naar de verdieping. Ik laat u straks de tuin en de garage zien. We gaan eerst naar boven, want daar is nog veel meer ruimte. Ja, het is een heerlijk ruim huis met een grote overloop, mooie trappartij. Luie trappen zoals we dat noemen. Met 3 slaapkamers op de eerste verdieping, met daartussen de badkamer en allereerst de master bedroom aan de voorkant, want dat is echt een master bedroom. Heel mooi formaat slaapkamer, veel raampartijen, logisch natuurlijk, want je wilt prachtig over die weilanden wegkijken als je wakker wordt. Mooie slaapkamer met hier dus ruimte voor kasten, 2-persoons bed past er royaal erin, rolluik aan de voorzijde en airconditioning, dus het is echt een complete master bedroom. Met aan de achterzijde dus nog 2 slaapkamers. Met dus hier achter 2 ruime slaapkamers, beide voorzien van een dakraam en een lichte neutrale afwerking. Ja, en dan tenslotte natuurlijk nog de badkamer op deze verdieping. Ook een hele mooie en ook een neutrale badkamer. Goed afgewerkt met een lichtbad, toilet, een douchegedeelte en een wastafel. Ja, u ziet het al buiten, een hoge nok, dus veel ruimte ook binnen met een vaste trap naar de tweede verdieping. Daar vindt u een ruime voorzolder, de omvormer van de 9 zonnepanelen, cv-ketel van 2016, wasmachine-aansluitingen en dan hier een 4e slaapkamer. Dat is echt een hele mooie ruime slaapkamer. Ook hier weer een groot dakraam, veel ruimte en ook nog veel bergruimte om de hoek. Heerlijk comfortabel huis met veel ruimte en zeker ook
maakt het extra comfortabel dat je zoveel ruimte buitenshuis ook hebt. Want het is echt een mooi breed perceel. Door die hoekligging pak je heel deze breedte er ook bij. En dat ook nog eens een keer over de hele lengte. Je pakt heerlijk ook de zonligging mee. 365 vierkante meter perceel. En het interessante is ook nog dat je hier een garage hebt. Hun hebben de overkapping eraan vastgemaakt. Waardoor je heerlijk hier ook in de zon kunt genieten. Maar je kan hem ook weghalen. Dan heb je een oprit. Zodat je ook de auto weer binnen kunt zetten. Mooie ruime garage. Ja, en een heerlijke tuin met hier een terras waar je vrij kunt zitten. Voor ook nog een terras waar je ook heel mooi wegkijkt. Kortom, heerlijk huis op een prachtig plekje. Dicht bij de voorzieningen van het dorp, maar toch ook tegelijkertijd heel dicht in het buitengebied. Een buitenkans waarvoor ik u van harte uitnodig om te komen bezichtigen. Kijkt u alvast op de website voor meer informatie. Van harte welkom.